Hoe heb je gekeken nog naar de prostaatkankeruitzending van gisteren of niet? Nee, heb ik niet gezien. Oh. Nee, laat jij het wel eens... Plas jij nog de vrolijk op los, Nico? Ik pis als een paard. Ja? Ja? Echt? Ja, echt. Doe je dan ook je staart omhoog, net als een paard? Nee, één voet naar achteren. Nee, maar ik weet ook wel... Ik kijk bewust wel niet naar dat soort dingen. Ik ben een beetje een vermijder, moet ik eerlijk zeggen. Dat is eigenlijk een beetje jezelf. Ja, daar moeten wij niet van hebben, van vermijders. Ja, nou nee, dus juist met ziekte en zo. Ik heb een aantal jaren geleden, een jaar of zes geleden... een paar stevige TIA's gehad. En... wat het eigenlijk... Ja, een beetje een raar verhaal. Ja. Maar zeg maar, geen grappen over TIA's. Nee, maar ik had... Dus dan kom je gewoon een dag of twee dagen... kwam ik in een ziekenhuis terecht. En wat ik dus het ergste vind van ziek zijn... daar ben ik er ook zo bang voor dat weer gebeurt... dat je dus gewoon met vier volstrekte imbecielen op een kamer komt te liggen. Nou, dat is maar echt bij mij, René. Jij bent dan natuurlijk. Ja, nee, maar dat, ja, precies. Ik kom niet privé te liggen. Nee. Maar dat is het bij mij echt. Dus ik lag dan op zo'n zaal en dan hoorde ik dat gelul van dat bezoek om me heen. En ik kan geen kant op. Je ligt in een bed. Dus je moet luisteren naar zo'n dingen waar je normaal bij wegloopt. Ja. Ja, dan moet je het zien. Je hebt een taart gebakken. Oh, wel een lekkere taart. Ja, dan wil ik gewoon dingen stuk slaan. Ja. Ja. Maar je ligt ook gewoon met vrouwen nou op één kamer, hè? Ja. Ik lag op de uitslaapkamer hier in Hilversum. Was ik aan Achillespees geopereerd. En ik doe mijn ogen open. En ik kijk een gozer in zijn gezicht die zegt... Geen grappen maken, meneer. Ik ben aan mijn kaak geopereerd. Echt waar. Wel verstandig van hem. Dat was het eerste toen ik mijn ogen opende... wat iemand tegen me zei. En dan met jou op een kamer liggen. Die lag aan de overkant van maar mij. Maar de uitslagkamer... Uitslaapkamer, dat is heel vervelend. Want daar heb ik ook een keer gelegen. Maar daar liggen ook mensen aan slangen... die er heel slecht bij liggen. Daar lig je dan gewoon tussen. Ja, maar daar kan je niks aan doen. Dus daarom zit ik niet gewoon echt lekker met een bak chips op mijn schoot... en naar dit soort dingen te kijken. En een beetje, maar je wel een beetje lullig eigenlijk. Maar was het mooi? Was het een mooie aflevering? Nou ja, het was... Ja, leg jij dat eens uit? Ja, ik probeer het een beetje... Kijk, het is natuurlijk heel apart dat je een heel serieus onderwerp als prostaatkanker behandelt. Ja. En iedereen hier gierend van de pret aan de tafel zit natuurlijk. Terwijl, dat blijft een vreemd contrast. Nee, maar we hebben het wel neergezet. Ja. Dat is ook belangrijk. Maar die man zei ze gingen met een vinger gingen ze zijn reet binnen. Dat hij dat heel vervelend vond. Maar ja, Albert niet. Goh, daar kon Albert zich niets bij voorstellen natuurlijk. Dat snap jij wel, Nico. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja, dat maar als iemand dat snapt, ben jij dat wel. God, je zit er de hele week over te lullen over vingers in reten. Ja. Maar heb je er nog over nagedacht, René, om het te gaan doen? Of zeg je nou toch maar niet? Ik ga het wel doen, denk ik. Ja? Ja. Jawel, maar als je geen last hebt met het plassen, dan is er geen Dan heeft het geen zin. Nee.